Ja, ik heb me er al helemaal op verheugd. Ome Joop's Tourjournaal. Het is al jaren een bekend fenomeen. Tijdens de zomermaanden in en rondom Arnhem. Wordt het leuk deze week? Ja, tuurlijk! Ome Joop's Tour. De 43e jaargang. Al sinds 1950 is de fietstour voor jongens en meisjes die nog op de basisschool zitten en eigenlijk nooit echt op vakantie kunnen, een fenomeen. Ik vind dat geweldig voor die kinderen. Echt geweldig. Als je ziet wat ze regelen, hoe ze het regelen. Ja, dat is echt gewoon top. Superleuk, hartstikke leuk voor de kinderen. Leren ze ook andere mensen kennen uit hun eigen vaste omgeving. Er zit natuurlijk een hele geschiedenis achter. Ome Joop Legacy samen met agent van Veldhoven kort na de Tweede Wereldoorlog in Arnhem. Toen in de wederopbouwjaren 1950 is hij begonnen met het organiseren van straatolympiades, voetbalwedstrijden op de Ronde Weide. En toen is hij ook gaan fietsen. En toen was het allemaal kleinschalig allemaal in die tijd. En toen had je heel veel armoede in de oorlogsjaren. En als je naar 73 jaar verder kijkt, is niet zoveel veranderd. Hè. Er zijn toch veel mensen die het wat moeilijk hebben om er rond te komen. En bij Ome Joop's Tour bestaat nog steeds. Het is het oudste jaarlijks terugkerende evenement van Arnhem. En het begint hier op Sportpark Hartenstein in Oosterbeek. Wat verwacht je allemaal? Wat gaan jullie allemaal doen? Naar de Efteling en op het springkussen. Naar de Efteling? Ja. We gaan vooral fietsen deze dagen en leuke dingen doen juist. Heel bijzonder. Mijn eigen dochter is ook meegegaan. Ja. En het is iets om nooit te vergeten. Dus ik stimuleerde mijn kleindochter ook om dat te doen. Ja. Want dat verdienen ze gewoon, die kinderen. Ja. De meeste kinderen worden door hun ouders gebracht. Doel van Ome Joop's Tour is om de kinderen een geweldige fietsweek te bezorgen. We zijn de namen achter op de shirtjes aan doen, zodat dat die herkenbaar is. En, past die? Ja. En, coole bril? Ja. En als alles in orde wordt bevonden, moet er nog wat worden bewogen. Degene die dit allemaal heeft opgericht, werkt ook bij de politie met die bus daar. En daarom is er ook heel veel politie bij. En het is om de wegen af te zetten en dat soort dingen voor de Ome Joop's Tour. Dus dat is niet om jullie te controleren dat je te hard fietst? Maar het hoort gewoon een beetje bij de organisatie. Fietsen en leuke dingen doen. Ik vind het leuk dat ze zelf kunnen gaan, dat ze zichzelf kunnen zijn en dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen en hun eigen dingetjes kunnen doen. Nee, maar is het spannend eigenlijk? Ja, wel een klein beetje. Je bent 2 dagen slaap je thuis en de rest van de dagen ga je in een weg met de fiets, ga je in een zaal slapen. Stimuleer denk ik. Leren om met anderen om te gaan, met relatief vreemde kindjes. En, het leuke is bij sommige mensen waar je hele goede vrienden mee bent. Aan het eind van de tour kan je ook af en toe telefoonnummers uitwisselen of zoiets. Dus kan je ook vrienden blijven gewoon. Ja. Gewoon communiceren en plezier hebben. En dan is het tijd om afscheid van de ouders te nemen. Vandaag fietsen de kinderen van Oosterbeek naar de voormalige koepelgevangenis in Arnhem. En dat is natuurlijk best wel heel erg cool. Ja, niet een grote mond hebben, maar rustig fietsen. Ja, want dan word je gelijk in de cel gezet natuurlijk. Ja, bij de koepel ja. Vanavond wordt er nog gewoon thuis geslapen, maar maandag gaat de tour pas echt van start. Wat doet dat met u? Blij mens. Als ik die glimlachjes op die gezichten zie die bij mij vanmorgen allemaal persoonlijk langs zijn geweest, die gaan we iets meegeven voor een hele leven. Want het is ook mooi, want hier zitten verborgen talenten tussen. Misschien wordt het straks een topsporter, je weet maar nooit. Maar zo investeren we in de jeugd van de toekomst.